Move over Squid Game, want The Social House is back. Na een dik half jaar worden we gezegend met het tweede seizoen van deze top-notch Vlaamse serie. En voor alle mensen die onder een steen hebben geleefd en helemaal niet weten wat The Social House is, laat mij een korte samenvatting geven. Het begon allemaal in maart 2021. Het productiehuis Wunderbar kondigt een nieuw project aan, The Social House. In deze serie steken ze 8 influencers in een villa voor 2 weken. En tijdens die 2 weken moeten ze werken. Weet dat dat voor ons werk is? Dat is een officiële productie. Maar wij zijn hier voor ons werk. Maar wij in de media werken. Maar de serie was nog niet begonnen en kreeg al direct backlash, want er was te weinig diversiteit in de groep en werd al meteen The White House genoemd. Er werd niks gedaan met die kritiek en op 5 april 2021 kwam de eerste aflevering gewoon online. Die aflevering werd zeer goed ontvangen, maar wederom werd The Social House niet bespaard van kritiek. Deze keer was de diversiteit niet het probleem, maar de privileges die de TikTokkers hadden tegenover de rest van de jeugd. Iedereen zat al sinds oktober opgesloten in zijn kot en deze 8 TikTokkers mochten gaan chillen in een villa alsof er niets aan de hand was. De dag nadien, 6 april 2021, kwam de tweede aflevering online. En niet alleen de tweede aflevering. Deze keer heet The Social House wel iets met de kritiek en hebben ze 2 apology-video's in de wereld gestuurd, gemaakt door Steffi Mercy en Elias Verwild. In die apology-video zei Steffi dat ze daar helemaal niet was om een feestje te bouwen. Jullie kunnen zeggen, dat kunnen wij ook doen om een feestje te bouwen, maar wij zijn hier voor ons werk. Maar dat ze daar was om te werken. Ah. Maar diezelfde dag kwam er effectief nog een aflevering online waarin ze, ja, een feestje aan het bouwen waren. Very poor choice of words. 7 april 2021, de derde aflevering kwam online van The Social House seizoen 1 en ook de laatste aflevering van The Social House seizoen 1. En die dag gooit Flo Windy nog de handdoek in de ring nadat de kritiek zich maar bleef opstapelen. Ik noem het een goede poging om haar geloofwaardigheid te redden. 8 april 2021, de dag waarop de vierde aflevering van The Social House online had moeten komen. Maar hij was nooit online gekomen. In plaats daarvan kregen we een ellendig lang bericht op Instagram waarin dat ze zeiden dat ze beter gingen doen en dat ze terug gingen komen binnen een paar dagen. Maar niets was minder waar, want op 10 april 2021 was het doek gevallen voor The Social House seizoen 1. De situatie was helemaal geëscaleerd, iedereen kreeg wat doodsbedreigingen en ze kwamen zelfs mensen aan de villa. Dat is niet grappig, dat is niet oké. Maar de ongewenste bezoekers hebben de Social House seizoen 1 toch nog een knallend en spetterend einde gegeven. Goed, dit moest je weten om mee te zijn met de Social House lore. En we gaan nu kijken naar de aankondiging van de Social House seizoen 2. Dus hier hebben ze een post over, wow, we zijn terug, veel gesprekken met experts, schat, we gaan het beter doen, blablabla. Best saai, maar daarna hebben ze wel direct de creators aangekondigd. En hier zijn ze dan. Het is eigenlijk bijna dezelfde crew. Naast Flo Windy is Steen Edlund ook opgerot. En zijn er 2 nieuwkomers. Dat zijn Silva. Die maakt TikToks. Had jij niet verwacht. En ze doet ook nog iets met De Warmste Week. Very good. Dan Aaron de Groeve. Dat is de andere nieuwkomer. Daar weet ik eigenlijk niet zoveel over. En een belangrijk detail. Hij is lid van TagMac. Of dat iets positiefs is, ja, dat... Dat laat ik in het midden. Maar goed, ze doen het al beter dan de vorige keer. Er is meer diversiteit, dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook al is het geforceerd, want ze werden pas gevraagd na een hoop backlash. Ik vraag me eigenlijk af hoe ze dat hebben gevraagd aan Silva en Aaron. Oké. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Ik heb een opportuniteit voor u. Zorg er wel meer dan de Social House. Nu, ik weet het. Je bent niet gevraagd geweest voor het eerste seizoen. Maar ineens begin die woke snotneuzen hier te zeveren dat hier allemaal te wit is. Oh, ik snap er ook niets van. Anyway, zou jij gewoon willen meedoen, dan is dat probleem ook weer opgelost. En voor de rest is dat hier wel nog plezant zijn. En ze hebben niet alleen de creators aangekondigd, ze hebben ook direct alle gasten aangekondigd. Ik denk dat dat gewoon de tweelingzus is van Sylvie. Daarna hebben we Caroline, dat is gewoon een jongere versie van Flo Windy. Steen, die lid was van de maincast uit seizoen 1. Ze hebben hier gewoon uitgeflikkerd als maincrew en dan hebben ze die laten terugkomen als een gast.
Yikes, van een downgrade gesproken. Amir, de kerel die heeft gerapt met Mark van Ranst. Voor de rest, wederom geen idee wie het is. Dan hebben we Chris, die is volgens mij uitgeknipt door een stagiair. Daan en Timon, ja, voor een reden staan ze op dezelfde foto. Jullie waren niet speciaal genoeg om een eigen foto te krijgen. Sorry daarvoor. Maar we hebben de cast leren kennen. En ik hoor jullie prangende vraag tot hier in het PFOS vervuilende zwijnrecht. Kletcher, is de Social House seizoen 2... de moeite waard om te kijken? Ik ga eerlijk zijn. Nee. Het is even saai als seizoen 1. Elke aflevering doen ze wat challenges, maar honestly, I couldn't care less. Ik ben sowieso niet geïnteresseerd in de mensen en de challenges. Ja, ze hebben niet echt invloed of zo op de serie. Er is bijvoorbeeld een aflevering waarin ze gaan karten. Ze gaan karten, ze zijn klaar met karten. Ze gaan terug naar de Social House en het is klaar. Het zou veel cooler zijn mocht de verliezer bijvoorbeeld die avond geen eten krijgen. Ja, ik zeg maar iets. Dat is natuurlijk niet zo'n supergoed voorbeeld, maar snapte zodat de challenges bijvoorbeeld gevolgen hebben voor andere dagen of andere gebeurtenissen in het huis. Nee, ze zijn er gewoon. De TikTokkers doen ze en einde. En persoonlijk vind ik dat een probleem. Het kan ook perfect zijn dat je dat zelf geen probleem vindt. Maar ja, ik vind het dus wel een probleem. Dat is het concept van een eigen mening. Ja. En dat brengt me eigenlijk bij het grootste probleem van deze serie. En dat is dat ze erin slagen om alles fucking saai te maken. En dat ligt niet alleen aan de structuur van het programma, maar dat ligt ook aan de deelnemers. En in de eerste aflevering van seizoen 2, of ja, de vierde aflevering van seizoen 1,5 of zo, zijn hier enorm veel voorbeelden van. Opdracht Bad Eend. Ik laat de drielingsbroer van Gerben het voorlezen. Beste creators, welkom bij het vervolg van de Social House. Zoals jullie zien, zijn jullie nog niet in het huis. Integendeel, jullie zullen zelf naar het huis moeten geraken binnen de 3 uur. Anders slapen jullie de eerste nacht buiten. What the fuck? Klinkt leuk. Maar boy, what the fuck was dat? Iedereen probeert de wannabe grapjes uit te hangen. En als ik er naar kijk, ga ik dood van de cringe. Maar strand afzoeken! Waar? Elias, dat is het concept van zoeken. Je wilt iets vinden. Dus je kijkt op verschillende plaatsen waar dat het zou kunnen zijn. Je doet moeite. Ah ja, nee, sorry. Ja. Nu verwacht ik iets te veel van een TikToker. Dat die moeite gaat doen. Pff. Wat moet ik doen eigenlijk? Je hebt een metaaldetector in je handen. Ja. Fast forward naar het einde van de eerste aflevering en een hypnotiseur komt langs. Supercool en sommige mensen stelden zich daar echt volledig voor open, wat ik alleen maar kan aanmoedigen. Maar nou is er gewoon een deel dat in een zetel als een zak patatten niks had te doen. En ik vraag me oprecht af waarom. Zo ziet een hypnotiseur eruit. I mean, voor die bril alleen gaat je toch al alles doen wat hij vraagt van u. Birbim Barboom, ik wil dat je nu alle F-Serie kampioenenfilms kijkt. Oké. Zeer goed, en ik wil dat je nu Niels de Stadsbader op repeat luistert voor 1 dag. Oké. En tenslotte vraag van jou om alles van de Social House te kijken. Oh, dat gaan we niet doen. Dus, zo goed werkt dat precies toch niet, hè, die hypnose. Om die aflevering en avond af te sluiten, kon een fan zich ook laten hypnotiseren. Dat was dan via een tablet. En toen was er toch wel een best rare uitspraak gekomen uit de mond van Jonathan Medaar. Via een tablet kon fan van de Social House, Lotte, zich ook laten hypnotiseren. Wat vonden we van Lotte? Lotteke! Lotte was echt een lieve poes. Aflevering 2 en Gerbe begint de dag met een opmerkelijk, bangelijk verhaal. Hier liggen al Steffi haar kleren, maar wat ze niet weet, is dat hier allemaal spinnen hangen. Dus dat wordt nog grappig als er spinnen in haar kleren zit. Amai, ik kijk er ook al hard naar uit. Ik vind het ook nu al kapot lachen. Spinnen op haar kleren. Daarna zijn ze aangekomen in Bellewaerde en gaat de meneer die het wereldrecord oorbellen aan 1 oor heeft gewonnen, hun uitleggen hoe je moet vuur spuwen. We gaan eerst oefenen met water. Maar water in ons mond nemen. We gaan eerst doen hoe je een mooie nevel maakt. En dan gaan we daar een beetje op oefenen. Wacht eens. Probeer dit zeker niet thuis. Oh. Hoppa. Nee, maar even serieus, weg met alle negatieve vibes. Het vuurspuwen zag er oprecht best wel leuk uit. En misschien wel het leukste wat ik al heb gezien van heel de Social House saga. Dus, props for that.
Maar laten we niet te positief doen. De rest van de aflevering was best saai. Iedereen had gewoon heel tijd te gillen. En dan gaan we naar aflevering 3, of ja, ook wel aflevering 6. De laatste aflevering die ik heb gezien. Ik ben niet van plan om de 4 overige afleveringen ook nog te zien. Ja, waarom? Het is net door de coronacrisis dat mentale gezondheid toch wel meer aandacht heeft gekregen. Ik stel voor dat we die lijn doortrekken en dat ik nu ook nog aan mijn mentale gezondheid denk. Dus ik ga de overige 4 afleveringen niet zien. Want boy, aflevering 3 was begonnen met chockerende taferelen. Why are we still here? Just to suffer. Hoe dan ook, ik heb mezelf nog verder kunnen dwingen om verder te kijken, want ik was best wel benieuwd naar de Bake Off. Ze zijn verdeeld in 4 teams van 2 en de jury bestaat uit 4 fans van de TikTokkers. En één van die fans heeft een grote fout gemaakt. Ze heeft gezegd dat ze jarig is. Ik ben mama en ben vandaag 18 jaar geworden. En dan gebeurt het onvermijdelijke. En we moeten absoluut nog een keer zingen voor haar, hè? Dus... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wat was de naam nu weer? Ja, kijk, je kunt veel zeggen over de Social House, maar dat was wel uw eigen schuld. Anyway, de bakkers mogen aan beginnen en ze zijn 5 minuten lang van alles aan het doen. Suikerbloem, suikerbloem, lepel hier, lepel daar. En dan, je gaat nooit geloven met wat voor cakes dat ze afkomen. What the fuck? Hoe kan deze? Kijk, ik snap dat ze het snel willen monteren en dat ze het funny willen maken, maar ineens zien die cakes er zo uit. Wat? Ik denk gewoon dat ik een heel seizoen van The Social House heb gemist, like, what the fuck? Ineens zijn heel die taarten vol met prachtige marsepein, ontstaat er een auto en... Maar oké, laten we eerlijk zijn. Die TikTokkers hebben die marsepein shit, zij hebben dat niet zelf gedaan. En dan kom ik terug bij het grootste probleem van deze serie. Ze slagen erin om alles fucking saai te maken. Een collega YouTuber van mij, Simon, die maakt allemaal zo wat, joh, klassieke gerechten, maar die verwerkt er altijd een frikandel, of voor ons Antwerpenaren, die verwerkt daar altijd een curryworst in. Dat is zoveel plezanter om naar te zien, dus neem zeker een kijkje op het kanaal van Simon. Ah, ik ben toch een goeie jongen, hè. Ik maak gewoon promotie zonder dat ze het vragen, potiendori. Goed, meer heb ik niet gekeken van de Social House, ik blijf erbij. Als je in mijn leeftijdsgroep zit, van, ja, van mijn leeftijd zijt, verspil je tijd er niet aan. Nu, ik weet ook wel dat dat niet bedoeld is voor mijn doelgroep, haal je comment al maar weg. Maar ik blijf erbij. Ik heb dit gekeken, zodat jij het niet hoeft te doen. Laat het duidelijk zijn, ik voel zeker geen haat naar de TikTokkers. Ik zou er nog steeds mee op café gaan. Al ja, het is niet dat ik wil of zo. Hè. Ik zou wel ja zeggen uit vriendelijkheid, maar het hoeft niet. Maar goed, ik hoop dat je deze video een beetje leuk vond. Als je het een beetje leuk vond, was het een blauwruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we kijken naar The Social House Cinematic Universe. En ik zeg, ciao.